Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik hier vandaag met een shoplog. Ik heb 1 dingetje van de Zara, 2 van de H&M en 3 van Shein.com. Zoals jullie onderhand al denk ik bijna allemaal weten, Shein.com stuurt mij iedere keer 3 items. Wat natuurlijk heel erg lief is, maar ik word er niet voor betaald. Dus het is gewoon altijd mijn eerlijke mening. Met dat gezegd hebben, laten we maar gewoon heel rijtje afgaan. Als eerste heb ik 1 dingetje gekocht bij de Zara. En ik zeg met nadruk 1 dingetje, want het was mega sale. De hele winkel was in wat de Zara altijd doet, zeg maar. Dan is maar een klein hoekje nieuw en de rest is gewoon de hele winkel afgeprijsd. Wat geweldig is, maar toen ik er was, was het helaas door de week in de vakantie. En het was zo ontzettend druk dat ik niet rustig heb kunnen kijken. Ik heb wel 1 toffe trui weten te vinden. Maar ik was heel erg blij toen ik weer buiten stond. De trui die ik heb meegenomen is echt mega oversized. En eigenlijk helemaal niet flatteus. Maar ik vind hem echt geweldig. Want het is deze grijze trui. En er zitten 2 strepen met echt het zachtste bont wat je je kan voorstellen op. En de een is een beetje een crème kleur. Het is niet echt wit. En de ander is baby roze. Voor de rest is hij gewoon helemaal grijs. En als je dan aan de binnenkant kijkt, is die echt ontzettend zacht. Er zit echt fluffy spul aan de binnenkant. Dus je bent niet alleen zacht voor de buitenwereld als andere mensen je een knuffel geven. Maar je zit zelf ook super comfortabel in deze trui. Volgens mij was dit een maatje M. Maar zoals ik al zei, hij is echt mega. Dit is echt geweldig. Vooral voor mij met school en dergelijke. Ik hou ervan om lekker comfy te zijn. Deze oversized trui met een legging en bruine laarzen ziet er nog leuk uit ook. En je bent gewoon super comfortabel. Dus ik kon deze niet achterlaten. Volgens mij was die oorspronkelijk iets van, nou in elk geval tussen de 25 en 40 euro. Lekker ruime schatting. Maar ik heb er 12 euro voor betaald nu in de sale. Waar ik heel erg blij mee ben. Want ik hou sowieso van de Zara. Maar normaal vind ik het altijd net iets te duur. Ik ben altijd een beetje krenterig als het gaat om kleding. Dus met de sale vind ik het geweldig. Dus ik heb deze meegenomen. Heel erg blij mee. En op dit moment is het buiten ook gewoon hartstikke koud. Dus het is nu perfect om deze te dragen. Dan ging ik de H&M in en dit is op dezelfde dag gebeurd. Het was moordend druk. Echt de. Hier zo kom ik met 2 items naar buiten. De eerste heb ik nou al heel vaak gedragen. Hij moet nu ook in de was. Dus sorry dat hij een beetje gedragen is. Maar dat is deze hele simpele, vrij lange oversized roze trui. Sweatshirt. Hij is echt heel simpel. Er is niks bijzonders aan. Maar hij is gewoon geweldig. Dit ben ik. Oversized trui. Lekker zacht van binnen. En hij is knalroze. Ik heb hem volgens mij ook al een paar keer aangehad in video's. Ik leef hierin. Leuke oorbellen in. Grote ketting. En het ziet eruit alsof je moeite hebt gedaan. Maar het voelt alsof je een pyjama aan hebt. Dat is echt mijn stijl aan het worden. Dat is een beetje triest. Maar telkens weer ben ik all about the comfort. En deze ziet er ook gewoon super cute uit. Dus nobody has to know. En deze was van 15 euro naar 7 euro. En dan ook nam ik een sjaal mee. Maar ik ben hier een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Want ik had een sjaal gekregen van de H&M. En die vond ik super tof. Maar die had ik nog niet gedragen voordat ik deze had gekocht. En ik heb die nou al 3 keer gewassen en hij blijft afgeven. Dus ik kan hem gewoon niet dragen, want al mijn kleding zit eronder. Het is niet een klein beetje, het is echt zo erg dat ik hem niet draag. Dus ik ben nou heel erg bang dat deze sjaal dat ook gaat doen. Maar ik vond hem in elk geval heel erg leuk te uitzien. Hij is zwart en aan de ene kant heeft hij dus allemaal roosjes eroverheen. En aan de andere kant is die rood en hebben die roosjes een beetje een groenige uitstraling. Ik zou hem dus wel voornamelijk deze kant opdragen. En aan de onderkant heeft hij. En aan de onderkant heeft hij allemaal franjes. Yay. Deze was oorspronkelijk 20 euro en nu voor 5. Dus dat is echt heel erg goed qua prijs. Maar ik ben dus heel erg bang dat ik hem ook nooit kan dragen. Omdat hij erg blijft afgeven. Op dit moment geeft hij in elk geval wel af. Maar dat is normaal. Dat had ik ook met mijn lievelingssjaal die ik echt elke dag draag van de Zara. Maar ja, ik weet het niet. Misschien is het 1 keer wassen en is deze prima. Misschien hebben alle sjalen dat van de H&M. Ik weet het niet. Laat het vooral heel eventjes hier zo onder achter wat jouw ervaringen zijn met de sjaals van de H&M. Want ik ben er een beetje bang voor om deze te gaan dragen. Ik ga hem in elk geval zo eventjes meteen in de was gooien. En hopen dat dit dan niet meer afgeeft.
Dan heb ik dus 3 dingetjes mogen uitzoeken op Shein.com. Heb ik gratis ontvangen. En ik moet zeggen, dit is mijn favoriete keuze tot nu toe. Als eerste heb ik een jurkje en ik heb hem met kerst een paar keer aangehad. En ik heb hem laatst weer aangehad, dus hij zit in de was. Dus je zit hem nu heel eventjes hier zo. Maar oh mijn god, dit is echt mijn favoriete jurkje geworden. Zodra hij uit de was is, doe ik hem weer aan. Hij is zwart en hij heeft hele toffe rondingen aan de uiteinden van de mouwen en aan de onderkant. Het is in een skaterstijl en de kraag is geweldig. Het heeft echt een prachtige Peter Pan kraag. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik draag hem zo ontzettend vaak, want hij zit ook nog eens heel comfortabel. Ik hou van jurkjes dragen en ik hou van comfort, zoals we net al hebben besproken. Dus dit is het beste van beide werelden. Dus ik ben hier zo blij mee. Echt, dit is gewoon oprecht mijn mening. Ik zal mijn best doen om ze alle 3 te vinden en hieronder te linken. Mocht je geïnteresseerd zijn, wederom, ik word hier niet voor betaald. Maar mocht je het jurkje ook willen, ik ben er verliefd op. Dan ook heb ik dit Pinador jurkje uitgezocht. En hij is van stretchy materiaal, gelukkig. Maar het is dus een Pinador jurkje in een hele lichte blush roze kleur. Heel simpel, heel tof. Ik hou van mijn pasteltinten en ik denk dat deze gewoon, ja, dit is gewoon geweldig. Met een wit lange mouwen shirt eronder. Of ik weet het nog niet hoe ik deze ga stylen. Ik heb hem nog niet gedragen, ik haal hem net uit de verpakking. Maar ja, ik heb hem natuurlijk wel eventjes gepast, maar ik heb hem nog niet echt gedragen. Maar ik vind hem heel, heel erg tof. Ik ben heel erg fan van de Pinador jurkjes, rokjes, zeg maar, semi-jurkjes. Maar ik heb ze tot nu toe alleen maar in het naturelle tinten gehad en zwart en dergelijke. En nu heb ik er eentje die mijn pastelwereld helemaal volmaakt maakt. Nee, maar ik ben hier oprecht ontzettend blij mee. Ik vind hem echt heel erg tof. En dan als laatste heb ik weer een trui, want ik leef ook in truien wanneer het koud is. En dat is deze mega trui. En ik ben er echt verliefd op. Hij is in de groene kleur. Wat voor mij heel bijzonder is. Daarom had ik hem ook gekozen. Want ik heb letterlijk volgens mij geen enkel kledingstuk in mijn kast dat groen is. Terwijl dat natuurlijk nu super goed kan met mijn donkere haar. Maar dit is deze mega groene trui. Hij valt echt ontzettend oversized. Maar daardoor drapeert hij wel een beetje flatteus om je lichaam, vind ik persoonlijk. En hij heeft een hele grote hals, waardoor je hem zeg maar zo schuin kan dragen. Dus op een hele sexy schouder. Of je kunt hem natuurlijk gewoon recht dragen, net wat je wil. Deze hadden ze in 3 kleuren, maar ik vond de groene het tofste. Trouwens, volgens mij hadden ze dit Pinador jurk ook in een andere kleur. Maar moet je maar even kijken. Ik zal alles linken. Hier ben ik ook echt ontzettend blij mee. Ik zal dus al die 3 items hieronder in de beschrijving laten. Mocht je geïnteresseerd zijn in 1 van de 3 of alle 3 of gewoon de website. Ik ben er heel erg fan van tot nu toe. De kwaliteit is supergoed. En ze blijven me dingen toesturen. Wat ik totaal niet erg vind. Dat was het dan voor deze video. Het is niet zo'n super grote shoplog als dat jullie van mij gewend zijn. Maar ik vond het gewoon een perfecte combinatie. Want ik had iedere keer een klein beetje qua kleding gekocht. Dus het was niet genoeg voor 1 video. Maar nu samen is het volgens mij prima voor een video. Ik heb trouwens nog niet de kans gehad en ik weet dat het ontzettend laat is. Ik heb jullie wel een fijne kerst gewenst. Maar ik had de video's die voor Oud en Nieuw online kwamen en net na Oud en Nieuw al eerder opgenomen. Dus bij deze allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat jullie een leuk 2018 tegemoet gaan of al hebben. 2017 was voor mij een beetje meh. Dus ik heb wel zin in 2018. Dus dat was het voor deze video. Gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op de knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon te hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!